De verkiezing van een nieuw bestuur bij het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaineproject OWCMP in Nikeri wordt in december gehouden, in plaats van november. Hoewel het bestuur achter is op schema, blijft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling erin geloven dat het zittend bestuur het werk wel aan kan. De bewindsman heeft tijdens een ontmoeting met het bestuur op 15 en 16 oktober in Nikeri aangehoord waarom de verkiezing niet meer in november gehouden kan worden. Dikan had het bestuur bij een bezoek in juli op het hart gedrukt de verkiezingen in de eerste helft van november te laten plaatsvinden. Voorzitter Virendra Kalu zegt dat het bestuur gaandeweg opgezadeld raakte met problemen van vertegenwoordigers van de omliggende waterschappen. Daarnaast zouden veel boeren de afgelopen weken druk zijn met de oogst van paddy, dat er van vergaderen weinig terecht kwam. Het ministerie laat in een persbericht weten dat twee cruciale documenten die enkele weken geleden ter goedkeuring moesten zijn aangeboden aan de ministers en de DC, pas deze week beschikbaar waren. De minister wil in plaats van een maandelijkse nu een wekelijkse update over de verrichtingen van het bestuur. Kalu heeft de garantie gegeven dat hij alles in het werk zal stellen de verkiezing dit jaar nog te houden.